Michel Mulder, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe was het in Wezep? Ja, mooi. Mooi toernooi. Best nog wel mensen langs de kant. Dus ja, dat is voor ons natuurlijk heel mooi dat we deze sport kunnen promoten hier in Wezep. En een Nederlandse titel erbij, dus dat is hartstikke leuk. Ja, als warming-up kun je hier gewoon naartoe rennen, toch? Nee, ik woon zelf nu in Heerenveen, dus dat is wel iets te ver. Het wordt een beetje te veel van het goede, als sprinter helemaal. Maar ja, ik kom natuurlijk uit Zwolle oorspronkelijk en dat is hier vlakbij. Ja, dat is aan de andere kant van de IJssel. Merk je dan toch dat dit soort wedstrijden, dat je dan net iets meer publiek bijvoorbeeld hebt, dat meer mensen langs de kant die je kent? Nee, sinds de Olympische Spelen is het waar ik al kom in Nederland, word ik al herkend. Dus wat dat betreft merk ik weinig verschil meer, maar het is natuurlijk altijd wel leuk. Ik ken hier wat meer mensen in de buurt dan bijvoorbeeld in het Westen. Olympische Spelen, jij noemde het woord al. Sochi daar natuurlijk geweldige prestaties behaald. Wat is er sinds die tijd eigenlijk gebeurd? Oh joh, dan kun je wel een avond van een programma houden. Nou ja, heel veel natuurlijk. Buiten dat je ineens een bekende Nederlander bent, is het... je wil op hard blijven trainen. Dat is nog het doel. Ik wil gewoon nog 4 jaar goed doorsporten. Ja, je wordt voor van allerlei dingen gevraagd. Heel veel leuke reacties van mensen op straat. En ja, natuurlijk ook genieten van wat ik behaald heb. Merk je ook dat, hè, door die resultaten bij het schaatsen, dat het skileren daardoor populairder wordt? Ja, je ziet wel dat er heel veel jeugd aankomt. Dat is mooi om te zien. Het zou mooi zijn als dit soort wedstrijden nog drukker bezocht werden. Maar ik denk dat we een hele mooie sport hebben voor de toekomst. Als ik kijk naar de aanwas van de jeugd. Wat moet er daarvoor gebeuren? Willen nog meer mensen komen? Het is in het midden van een dorp in dit geval. 500 meter, goed overzichtelijk. Er is spektakel. Wat moet er nog meer bij dan? Nou ja, goed, dat we met z'n allen aan de start staan. Misschien dat een paar bekende namen helpen. Maar goed, er staan nu ook aardig wat mensen langs de kant. Dus wat dat betreft is de start gemaakt. En weet je, als je dit gewoon vaker gaat doen, echt naar de mensen toe. In plaats van dat de mensen helemaal naar een baan moeten komen of buiten de stad. Ik denk dat dit de goede manier is om mensen bij de sport te krijgen. En ja, dat gaat natuurlijk niet altijd in één keer. Dat heeft ook wel even tijd nodig. Maar ik denk dat dit een hele goede inzet is van de KNSB. Waar ligt het hart nou? Bij beide, dat heb ik altijd al gezegd. Ik vind in de zomer skiën het mooiste wat er is. In de winter vind ik schaatsen het mooiste wat er is. En ik ben van mening dat het elkaar versterkt. En dat ik daardoor al die prestaties heb kunnen leveren en hopelijk nog ga leveren. Als je kijkt naar die wedstrijden van vandaag, hè? Was het dan spannend genoeg? Ja, zeker wel. Omdat Ronald meedoet, dat is altijd al spannend. En de jongens die achter ons nu derde, vierde werden, die komen ook steeds dichterbij. Die zijn er ook gewoon heel goed mee bezig. En ja, dan merk je gewoon dat je niet moet verslappen. Want weet je, het lijkt altijd zo makkelijk dat je 1 en 2 wordt. En wat dan de volgorde is, ja, dat verandert nog wel eens. Maar zo is het niet. Er komen jongens aan en dat is ook goed voor de sport. Maar na 50 meter dacht ik van, nou ja, 1 en 2 is alweer wel duidelijk. Nee, maar er kan nog heel veel gebeuren. Er zit hier nog een best lastig bochtje in ook. Dus er kan altijd nog van alles gebeuren. En ja, dat, weet je, de verhoudingen zijn nu al jaren een beetje op deze manier. En, maar wat ik al zei, die jongens komen echt dichterbij. En dat duurt geen 4 jaar meer voordat ze daar echt de aansluiting gaan vinden. Zomer nu, lekker skileren. Straks natuurlijk weer de baan op met de schaatsen onder. Hoe gaan de komende maanden eruit zien? Ja, we gaan nu weer iets meer met de schaatsploeg meetrainen ook. Ik blijf wel erbij skileren, omdat ik gewoon dat als... ideale voorbereiding zie je ook voor de winter. Het heeft voor mij altijd gewerkt dat ik tot half september aan het skileren was. Dus dat ga ik ook nu niet anders doen. En dan, dan zien we ons weer 31 oktober. Je praat daar heel enthousiast over. Krijg je nog andere schaatsers mee die bijvoorbeeld zeggen van nou, zo'n voorbereiding als wat die Mulder doet, dat wil ik ook wel. Nou, dat is de grote fout die mensen maken. Dat ze denken dat ze nu moeten gaan skileren. Tenminste, dat is niet dat die jongens nu moeten gaan skileren om die laatste stap bijvoorbeeld te zetten. Het is juist dat wij van jongs af aan bezig zijn geweest met skileren en schaatsen tegelijk. Dus de schaatsers die nooit hebben geskileren, die moeten niet nu ineens gaan skileren. Maar het is meer voor de jeugd van nu. De skileraars die ook goed kunnen schaatsen, die denken van oké, ik hoef niet te kiezen, wat mijn trainer ook zegt. Ik ga gewoon beide sporten doen, want als Michel en Rona dat kunnen doen en er zijn nog meer voorbeelden ook in het buitenland. Dan is het voor iemand van 14, 15 is het onzin om te moeten kiezen. En dus ik denk dat degenen zijn die hetzelfde gaan doen als wat wij doen. Als ze advies willen, kunnen ze zich op Twitter melden? Nee, ja, het is niet zo moeilijk. Het advies is duidelijk, toch? Gewoon beide doen en doen wat je het leukst vindt om te doen. Dat is, in mijn geval was dat en schaatsen en skileren. En dan heb ik het hele jaar wedstrijden. En als de jeugd van nu dat ook het mooiste vindt, dan zeg ik blijf het vooral doen.